goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag met Nessie. Je moet zeggen, het is vandaag lekker weer. En het is vandaag super lekker weer. Ik heb me veel te warm gekleed en Nessie heeft een shirtje aan. Ik ben echt jaloers. Ik heb het heel warm in die straat. Maar goed, wij zijn dus onderweg naar Spirit. En we hebben daar een meeting. En ik heb er heel veel zin in, alleen maar om te eten al. Ik heb echt heel veel moeite. Ja, Nessie is vandaag opgestaan. En hij ging gelijk joggen, want hij vindt dat ik hem de afgelopen tijd dik heb gemaakt. Nou, ja. Sorry hoor, geloven jullie dat? Dat even ik hem dik heb gemaakt. Voor alle mannen, voor alle getrouwde mannen, laat je vrouw je niet verleiden om dik te worden. Ze willen ons dik maken, zodat wij niet meer aantrekkelijk zijn. Wat dat wil jij het nou? Hoe zou jij dat ze alsof ze willen ik ons alleen voor hunzelf. Jij doet alsof ik heb gezegd van je moet chocola eten. Nee, maar je stimuleert wel mijn dik zijn. Hij vindt dat ik hem dik heb. Oh, ik vind je buik lekker. Oh, lekkere buik. Nee. Weet je wat hij vindt? Hij vindt dat ik hem dik heb gemaakt omdat als hij een ijsje eet, dat ik niet zeg van Nessie, moet je dat wel doen. Maar sorry hoor, je bent volwassen genoeg om het zelf te kunnen bepalen. Zo werken wij niet. Maar je ziet toch dat ik gezond eet? Dan kan je toch gezond eten? Nee, niet. Dat boeit mij niet. Nee, jij vreet erop los naast mij. Ja, je moet mij stimuleren. Maar vanaf nu is het klaar. Vanaf nu is het fitboy. Nou, hij ging dus vandaag echt een heel raar pakje aandoen. Want hij was ervan overtuigd dat hij dan meer ging zweten daardoor. Ja, ik heb echt ging niet gezweet. Ging niet joggen. Wacht, ik laat jullie even weten. Ik heb een foto gemaakt. Ik zei, ik ga vandaag een foto van jou maken. Voor als herinnering dat het jouw eerste dag is dat je helemaal fanatiek aan het sporten bent. Want Nessie heeft nu een buikje gekregen. Dat is nee, ik heb niet veel. Kijk, ik ga stuk. Hij is gewoon fucking dun. Maar hij krijgt altijd die dikkers geworden. Nou, dit is dus de foto die ik van mijn man heb gemaakt. Van zijn eerste dag trainen om weer in shape te komen. Echt een papzak. Dit is echt mijn lievelingsfoto. Ik ga stuk. Nessie was weer aan het parkeren. En Nessie was vandaag boos op mij. Want ik moest een navigatie zetten. Dat we naar... Ik weet niet of we deze gaan redden, man. Nee, red het wel. Nee, pak je gewoon. Dieper erin. Ga er dieper in. Nee, je gaat er gewoon in, Nes. Kom op. Moet ik eruit stappen om te kijken? Als jij je hand wegdoet, kan ik in de spiegel kijken. Wat heb je daarvan? In ieder geval, Nes was boos omdat ik zei dat hij in een navigatie de Groene Passage moest noteren. In plaats van Mariniersweg. Want Spirit is in de Groene Passage. Werd hij helemaal pissig op mij, maar ik ga het zo bewijzen. Ja, maar goed geparkeerd. Goed hoor, met sensor parkeren. Tidji? Oh, mijn kuit doet pijn. Weet je wat je zo tegen mij gaat zeggen? Sorry, de Groene Passage. Ja, kijk, waar gaan we nou in? Bij de Groene Passage. Kijk, de Groene Passage. I'm sorry. Altijd heb je zo'n grote mond tegen mij terwijl ik alleen maar wil helpen. Wij zijn nog steeds bij Spirit en wij moeten op de man wachten en wij zijn nu... Nessie, we zijn nu Titanic aan. Ik ben hier, zeg maar. We zijn Titanic aan het doen. Doe je handen uit elkaar. Doe. Oh, Jack. Oh, Jack. Oh, Rose. Ja, eigenlijk moet ik dat zeggen. Oh, Jack zegt, jij moet Oh, Rose zeggen. Oh, Jack. Maar we moeten even wachten op iemand. We hebben echt... Hoe lang zijn we hier al? 3 uur. We zijn trouwens niet alleen hoor, maar... De rest wil niet op camera. Ik ga naar de supermarkt, naar de bio, vegan supermarkt. Ik ben straks. Dag. We zijn eindelijk klaar. Het is inmiddels... 5 uur later, jongens. Het is inmiddels al etenstijd. Het is 6 uur. Oh, wat lief. Ik dacht dat je de deur voor mij open ging. Dat wou ik ook doen, als je even wacht. Oh, wat lief, zeg. Oh, wacht, jongens. Jongens, jullie zijn erbij. Nessie doet een keer de deur voor me open. Oh, wat lief. Doei. Nou, ja, hele lange meeting, super leuke dingen. Was leuk, hè? 5 uur is wel lang. Ja, we waren op het einde wel echt moe. En op een gegeven moment had ik juist meer energie dan Nessie, terwijl ik na een uur helemaal in elkaar pakte. Nou jongens, 3 keer raden waar wij zijn. Meran. Dat zijn onze voorgerechten. En dit is onze avondeten. Dit stukje is voor Nessie. En dit ook. En Nessie heeft zalm besteld. En ik heb voor hem borrel besteld. Dan heeft hij 2 dingen om een beetje te mixen. En lekkere salades erbij. Wij zijn thuis en ik heb weer heel leuke post van de belasting. Ik heb chocola gehaald. Vegan chocola. 75% chocola is dit. Pure.
Maar ik neem normaal altijd 85, maar die was uitverkocht van dit merk. Vivani heet die. En ik vind het echt zo leuk, want ik had hem opgedaan. Ik heb dit niet alleen opgegeten, ik was met mensen. Ik vond dit echt zo leuk. Geen kinderarbeid. Vond ik wel echt tof. Los van dat deze chocola gewoon echt fucking lekker is. Zoals je hoort zijn wij weer thuis. Nessim gaat nu boksen. Ik ga denk ik even langs een vriendinnetje. Ja. Ik ga even kijken of Esme thuis is. Inmiddels ben ik alweer thuis. En is Nessim ook al thuis. Ik denk dat ik even ga douchen. Want mijn haar moet echt nodig gewassen worden. Ik had gisteren een beetje haarlak ingedaan. Dat doe ik altijd op de laatste dag. Want ik zeg maar ga douchen, doe ik haarlak erin. Want dan blijft mijn pony zeg maar helemaal goed als ik mijn haar los heb en niet nu. Maar daarna moet ik wel echt heel snel douchen. Anders krijg ik echt allemaal kritten en dat moet ik eigenlijk nu gewoon echt zwaar nodig doen. Ik ben trouwens bij SW geweest. Net was gezellig. Ik heb even lekker koffie gedronken daar. We hebben even een uurtje gecrashed. En toen had Nessie mij gebeld van nou ja, ik ben nu weer onderweg naar huis. Want hij heeft een training gehad. Toen ben ik echt ook gelijk naar huis gegaan. Zo, ik kom uit de douche. En zoals je ziet, mijn mascara is helemaal hieronder gelekt. Dus dat ga ik even lekker allemaal schoonmaken. Ik denk dat ik mijn haar niet meer ga doen. Tenminste, niet ga krullen en zo. Als in feunen. Ik ga het gewoon lekker zo kammen. En dan doe ik gewoon leave-in conditioner in. En dan ga ik gewoon slapen met een handdoek. Want het is best wel laat. En ik heb er eerlijk gezegd niet meer zoveel zin in. Even de mascara goed schoonmaken. Kijk, ik doe eerst altijd zo nu. Ik vind mascara echt het rotsen om schoon te maken. Dat is echt niet leuk. Ik haat het. En wat ik dan doe. Ik pak gewoon nog zo'n doekje. Zo'n van die kruidvatdoekjes. En dan zo'n oogmake-up remover. Er zit olie in. En dat helpt dan echt natuurlijk gewoon erop. Zo, lekker veel. Dan doe ik gewoon zo. Oh, oh, oh. Nou, dat ziet er al veel schoner uit. Veel beter. Zo, alles lekker gereinigd. Nu doe ik even... serum op mijn huid. Oh, dat vind ik heerlijk na het douchen. Oh, deze ruikt ook lekker. Nou, tenminste, hij ruikt naar sinaasappels. Ik weet niet of jullie dat lekker vinden. En ze vinden deze altijd heel vies ruiken. Trouwens, mijn wenkbrauwen zien er echt niet meer uit. Ik zal jullie even een close-up laten zien. Kijk één keer hoe erg het is geworden. Echt niet normaal. Zien jullie dit? Ik had dus morgen dus een afspraak bij Elnas. En ik kan waarschijnlijk weer niet. Ik voel me echt een beetje rot. Want ik heb morgen best wel een belangrijke afspraak met Nessie. En ik kom wel later op de middag. Dus ik had echt even zo later komen. Dus ik hoop dat we dat nog kunnen redden. Want... I need her in my life. En aangezien ik zo wit ben, begin ik weer aan de serumdruppels van Coolistar. Dat is deze. Dan ben ik morgen gelijk een tintje donkerder. Het helpt echt. En daaroverheen doe ik nog wel een nachtcreme. Anders kan ik het niet zo fijn aanvoelen. Dus nu heb ik nog een nachtcreme. Onder mijn ogen heel goed. Dan nooit je lippen vergeten. Ik heb hier de Sheer Pink Lip Enhancement Complex van Image Skincare. Ik had Klaas gekregen een PR pakketje van een PR bureau. Die doe ik tegenwoordig op mijn lippen. Als morgen
En als ik het tijd voor mij heeft, dan moet ik echt mijn wenkbrauwen zelf doen. Want dat kan echt niet meer. En ik leer ze juist niet, omdat ik ze dus bij haar doe. Dat is een beetje rot. Ik ga nu even mijn haar kammen. Ik denk dat ik hier ook de vlog afsluiten. Want ik ga verder niks meer doen. Alleen op de bank chillen met Nes. Oh, ik voel me wel echt weer herboren na het douchen. Heerlijk. Dit is echt mijn favoriete gedeelte van de dag. Dat zeg ik volgens mij elke keer. But it is. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.